Ja, 2 maanden hebben we toegeleefd naar deze avond. Voor de ontknoping van de wedstrijd win een bruiloft te waarde van 10.000 euro van Chapeau en de Event Management Groep. Hier gaat het vanavond op Magisch Maastricht op het Vrijthof gebeuren. In het huis van de Kerstman. Trouwen. Ja? Ja. Ik, Pim zei, we gaan ergens naartoe, maar je wist niet wat ging gebeuren. Nee, totaal niet. Ik wist echt totaal niet wat ging gebeuren. En nu zijn we hier. Met een ring om mijn vinger. Een ring om je vinger, een huwelijk te waarde van 10.000 euro, is niet een gewone donderdagavond, lijkt me. Nee, dat is niet de normale donderdagavond voor ons. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik ben er echt super blij mee. Pim, jij moest het geheim al een paar dagen bij je houden. Hoe is dat gelukt? Ja, dat was soms wel heel erg lastig om dat helemaal voor me te houden. Uiteindelijk heb ik het ook helemaal niemand verteld. Dus het was wel lastig, ja, moet ik zeggen. We gaan jullie niet de komende maanden stalken, maar we gaan jullie wel uiteraard een beetje volgen om te kijken hoe het is gegaan. Veel succes en vooral geniet ervan de komende dagen sowieso. Ja, zeker. Jullie hebben net het moment gezien hoe het is gebeurd. Maar Pim was inderdaad bij complot betrokken. Maar natuurlijk willen jullie wel even uitleggen hoe dan die trekking is gebeurd. Want het is wel volgens een officiële manier gebeurd. Danny, hoe zit een beetje de verhaallijn in elkaar? Ja, we hebben afgelopen weekend hebben wij alles verzameld van de inschrijving. Dat was met vele inschrijvingen wat we binnen hebben ontvangen. Meer dan 100 inschrijvingen waren. Ja, klopt. En van daaruit hebben wij iemand getrokken. En toen zijn we eigenlijk het verhaal gaan lezen. En daar kwam inderdaad Pim kwam daar naar voren. Wat was er dan aan dat verhaal speciaal of anders? Dat de vrouw in kwestie nog niet ten huwelijk was gevraagd. Dus toen hebben wij met een soort van valse naam hebben gebeld met Pim. En toen hebben we Pim gevraagd om mee te doen in het complot. En dat hebben we net dan gezien tot hij hier daadwerkelijk bij Magisch Maastricht op de knie is gegaan. Ja, toen waren Pim en Danique eenmaal op het Vrijthof. Alleen toen moesten we ze nog het huis van de Kerstman inkrijgen. Dus toen hebben 2 medewerkers van Chapeau hebben bodywarmers van Magisch Maastricht aangetrokken. Deden zich voor als het marketingteam van Magisch Maastricht. En waren zogezegd een aftermovie op aan het nemen. En vroegen aan Pim en Danique of ze mee het huis van de Kerstman in wilden. En daar zouden ze dan als dank zeg maar een klein presentje krijgen. We laten ze nu even lekker bezinken, de feestdagen even tot rust komen en dan vanaf januari gaan we ons contact opnemen, niet? En dan gaan we vol in de voorbereiding met ze. Dus dan gaan we flink met hen aan de slag en dan gaan we de mooiste dag van hun leven creëren.